Dit is de Bredase wijk Tuinzicht en in de avond van 5 juli, zo rond de klok van 10 uur, gaat het hier op straat behoorlijk mis. Jongeren mishandelen meerdere mensen, zomaar. Getuigen zien dat meerdere auto's de wijk inrijden, waarvan de inzittenden voorbijgangers belagen. En sommige relschoppers zijn op de fiets. Er wordt met bierflesjes gegooid, er wordt geschopt, er wordt geslagen. En ook bewoners die op het lawaai afkomen, moeten het ontgelden. Nou, het onderzoek naar dit geweld loopt nog steeds en vandaag tonen we beelden van 4 daders. Dit gebeurt in de Kamperfoeliestraat en het slachtoffer is de man in de badjas. Hij wordt door 4 mannen belaagd en heeft het zwaar te verduren. De onherkenbaar gemaakte man heeft zich al bij de politie gemeld. De andere 3 worden nog gezocht in verband met deze mishandeling. Het slachtoffer kwam naar buiten toen er een bierflesje tegen zijn huis werd gegooid. En wij willen weten wie de jongens zijn die hem daarna in elkaar sloegen. Ook deze beelden zijn met een telefoon gemaakt. Ook hier is de man die zich al heeft gemeld onherkenbaar gemaakt. Nou, let dus op die andere 3, bijvoorbeeld op hun kleding, misschien zegt het u iets. 1 draagt een grijze korte broek, de andere een blauwe en daarachter iemand met een donker t-shirt. Heeft u een vermoeden, u kunt nu bellen. Er worden die avond op 5 juli meerdere mensen mishandeld, waaronder ook een jongen van 14 jaar oud. En sommige getuigen dachten ook mensen te herkennen van de supportersgroep van voetbalclub NAC. Er is veel meer gebeurd dan op deze beelden te zien is. Er zijn meer mensen mishandeld en er is een auto vernield. De politie wil uiteraard de daders vinden die hier verantwoordelijk voor zijn. En daarbij hebben we uw hulp ook echt nodig. We kunnen ons voorstellen dat er meer mensen zijn die met hun telefoon beelden hebben gemaakt. En die beelden kunnen ons helpen deze daders te vinden. Dus heeft u de beelden nog niet met ons gedeeld? Doe dat dan alsnog. Ja, de eerste vraag is dus, herkent u de mannen op deze beelden? Weet u waar de politie ze kan vinden? Meld het dan. En als u zelf nog beelden heeft, geef dat dan ook door. U kunt zo een steentje bijdragen aan het voorkomen dat dit soort zinloos geweld in de toekomst nog plaatsvindt. Geef uw informatie door via de gratis tiplijn op 0800 60 70. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.